Doortje, is er iets? Douche aan het pakken. Ja, en dan zeg, moet je daarvoor zo gillen? Ja, de koude douche. Het warm water is weer uitgevallen, hè. Oh, dat is toch nogal gebeurd? Ja, en ik ben dat beu, hoort je mij? Beu. Ja, Doortje, dat is nu toch ook allemaal niet zo erg, hè, zeg. Och. En koude douches, die zijn goed voor de bloedsomloop. Ja. Ja, en het schijnt ook goed te zijn tegen cellulitis. Wat wil je daarmee zeggen? Dat dat toch mooi meegenomen is? Jij wilt zeggen dat ik cellulitis heb? Jij ziet mij niet meer graag. Doortje, dat is niet waar. Dat is wel waar. Als je mij echt graag zou zien, hè, dan waren wij hier al lang verhuisd. Waar slaat dat nu weer op? Ja, ik ben zat. Ik ben hier beu. Oh, my. Want nu is de douche die niet werkt. En wat gaat het volgende zijn? Ja, sorry, maar ik moet weg, hè. Oh, ja. Loop maar weer weg. En jij moet u niet meer wassen, jij? Nee? Ah, er is geen warm water, zeg je. Ja, en dan? Pak wel een douche bij de kampioenen. Oh. Je weet het toch, ik haat koude douches. Ja, en daarjuist was het wel goed voor de gezondheid. Ja, dat is waar. Maar ik heb geen last van cellulitis, hè. Oh. Lap zeg, dat is nu al de vierde. Ja. Dat is geen probleem, hè, ma. Bieke heeft speciaal een extra doos ketsballen gekocht. Ja. Zo. Allee, schat. Ja. Hoi. Oh, zeg, één doos zou dan wel genoeg zijn. Doosje, wat zijn dat zoeken, hè? Lieve vent. Ja. En wel ja, waarom niet? Oh, ze wil verhuizen. Ah oh, ja? Ja. Maurice, zou jij een van de dagen eens kunnen langskomen om naar onze douche te kijken? Hm? Waarom? Is het zo de schone douche? Nee. Niks van, ik blijf niet meer in dat kot. Oh, ja. Oeh, zeg, je woont daar toch goed? Oh ja. De solitair trekt op niks. Dat pasgetrouwd koppel van naast ons, dat ligt iedere nacht lawaai te maken, waardoor ik niet kan slapen. Ik ben de enige van heel het gebouw die de trappen af en toe kuist. De voordeur blijft altijd openstaan. Ja, ja, altijd... Maar als wij verhuizen, dan moet er misschien ook wel verbouwd worden. En dan moeten wij opnieuw schilderen en behangen. Ja. En wie gaat dat doen? Hé, bolleke? Voilà. Weer extra kosten. Wij kunnen ons dat niet permitteren. Oh, als jij een betaalbare stierman zoekt... Ja, dan gaan ze dat zeker niet aan u vragen. Nee, dus Paul de Tremmery, wij verhuizen en daarmee uit. Oh. Laat maar vallen. Oh. Ja. Paul, ik spreek eens met mijn beste kameraad, de burgemeester. Hij weet misschien iets te koop staan in de gemeente. Daar zou ik maar niet te veel op rekenen. De burgemeester heeft nu andere zorgen aan zijn hoofd. Hij is op zoek naar de kerstman. Hm? Is hij beneden kwijt? Jean-Luc Grootjans van de Schellekes heeft zijn been gebroken. Ja, terwijl hij aan het skiën was in zijn bureau. In zijn bureau? Hij was aan het zoeken. Ja, zijn been gebroken en ligt in de plaats. En nu kan hij geen kerstman spelen dit jaar. Dus heeft Andrea Uitersprot van de Middenstandsbond. Oh, die dragonder. Een nieuwe kerstman gevraagd aan de burgemeester voor het shoppingcenter. Oh, nee, maar wie gaat zoiets willen doen al eens? U heel de dagen belachelijk maken, verkleed dat allemaal gaan. Mij niet gezien, hè? De gemeente vraagt nu aan de verenigingen om kandidaten te leveren. En diegene die het haalt, krijgt voor zijn vereniging extra subsidies. Dan moet er iemand van ons kerstman worden. Ja. Die subsidies zouden de kampioenen goed kunnen gebruiken, de voorzitter. Papa, ik spreek toch met mijn beste kameraad en burgemeester. Doe dat lang in de zak, kort. Heel lang. Maar in dat geval stel ik mij ook kandidaat, hè? Nou, ja. Kerstman! Ja, het is wel de bedoeling dat de kindjes cadeautjes krijgen. Ja, en geen nachtmerrie. Bieke, zo gaan we nooit genoeg kerstballen hebben, hè? Oh, hoi! Carmen, kom nog een keer met een fles cognac, kom. Ja, en ook nog een parfait d'amour voor ons Agnieszke secretaresse. Ik word hier niet betaald om op te dienen, hè. Nee, je wordt niet betaald om te kruisen en dat doet je ook niet. Agnieszke, dat is goed. Ze laat hem maar eens goed gaan. Ze in de ronder, ze. En nog. Ja, daar. Oh. Kopijn, het doet precies deugd. Hey, Doortje, zou jij weer een baas in het vervolg ook een keer niet zo zwanjeren? In geen 100 jaar, profiteur. Zee, dat versta ik nu niet, zeg. Dat behoort toch ook tot het standaard takenpakket van een secretaresse? Nee, zeg. Bij mij niet. Bij jou niet.
Maar dat jij dat kunt zo laten misbruiken. Oh, maar ik doe dat graag, Sene. Niet waar, mijn kleine wali-wali. Ja, zo noemt hij me nu, ze. Ben ik een klein walrusje, hè? Wali-wali. Wali-wali. Bomen, misschien kan Doortje nu bali-bali noemen. Ja. Vergeet het, daar word ik niet voor betaald. Nee, voor aan onze te lezen ook niet, hè? Je hebt het ook niet getroffen met je personeel, hè, bali-bali. Maar oh. Zeg, vertel me eens. Waarom moest ik nu zo dringend komen? Jij bent op zoek naar een kerstman. Ik ben niet op zoek naar een kerstman. De middenstandsbond is op zoek naar een kerstman. En daar heb ik niks aan te zeggen. Hoe? Maar jij betaalt toch? Carmen Tepa. Hoe? Maar jij betaalt toch? Ja, maar André Hatensprot die beslist. En die ga ik niet tegenspreken, hè, Bali Bali. Dus, kun je dat niet doen voor mij, copain? Ook niet voor een goeie fles? Sorry, Balthazar, die sprot zullen zelf moeten inpakken. Hoe moet ik daaraan beginnen? Dat mens heeft geen smaak. Ah, wel, dan zijn jij de geknipte persoon voor die job. Ah, zoals je ziet, is het hier een perfect appartement. Ja, uw appartement is mooi ruim. En zo te zien goed onderhouden. Ah, ja, ja. En rustig. Ja. Yo. Hallo. Bezoek. Goeiedag. Ja, dat is meneer en mevrouw Van Goetem. Ik heb hen het appartement laten zien. Ja, en waarom? Wij gaan toch niet verhuizen, hè? Ja, dat is nu mijn pauze. Dat is een grappenmaker, hoor. Nee, ik heb in de supermarkt een advertentie opgehangen. En wij zijn er direct op afgekomen. Ja, dat zie ik. Maar Doortje, is dat niet een beetje voorbarig? Maar natuurlijk niet. We kunnen het ons toch niet permitteren om en een lening af te lossen en dan ook huur voor hier te betalen. Wij willen het zo snel mogelijk verhuren. En dat zal zo zijn, want we nemen het. Hé, schat. Ja. Ah, voilà. Ja, hola, een klein minuutje. Wij hebben zelf nog niets gevonden. Heb je die mensen ook al verteld over de mankementen? Mankementen? Mm-hmm. Ja. Ja, dat is echt Pol en zijn grapjes, hè. Het sanitair trekt op niks. En dat pasgetrouwd koppel naast ons, dat ligt iedere nacht lawaai te maken. Hè, waardoor dat jij niet kunt slapen. En jij bent ook de enige hier in het gebouw die op tijd de gang in de trappen kuist. Iedereen laat daar ook altijd de deur open. Ja, Doortje, het zijn uw woorden. Oei, oei. Als dat zo zit, dan denk ik dat we nog wat verder gaan zoeken. Goeiedag. Ah, ja. Succes nog dan, hè. Ja. Zijn je nu content? Ja. En die mensen ook, denk ik. Het spreekt vanzelf dat de kandidaten kerstman van een onbesprokelijk gedrag moeten zijn. Een goed voorkomen in me en vertrouwen uitwasmen. Raad je dat voor mij? Ja, tippen. Dan kan ik hier wel niet blijven zitten, hè, wali-wali. Maar dat is spijtig. Goeiedag, burgemeester. Ik stoor u toch niet? Eigenlijk wel, maar je bent al binnen. Voor wat is het, Kostermans? Wel, burgemeester, ik heb een cadeauke bij voor u. Een cadeau? Voilà, zeg. Dat is een foto van de gemeente toen de Napoleon hier nog aan de macht was. Hè. Zeg, heel zeldzaam. Ja. Toen was de fotografie toch nog niet uitgevonden? Maar vandaar dat die foto ook zo zeldzaam is, hè? Allee, misschien bedankt, ligt hier maar neer. Tot ziens. Verwaardig gebleven. Burgemeester, hallo. Hallo. Burgemeester, nu ik hier toch ben... Jij weet, de ene dienst is de andere waard, hè. Wat wil je ermee zeggen, Kostermans? Wel, ik zou graag kerstman willen worden. Ik zou graag eerste minister willen worden. Ik kan u daar niet mee helpen, Kostermans. Nee. Burgemeester, ik wil het niet bedreigen, hè. Maar wat zou jij zeggen van een klacht wegens ongewenste intimiteiten bij uw personeel in casu uw secretaresse? Dat kun je niet maken, Kostermans. Ah, nee? En waarom niet? Omdat alles wat Wali Wali doet, gewenste intimiteiten zijn. Ah, zo? Ah, wel, dan zorg ik ervoor dat jij in de roddelblaadjes komt.
Ik denk niet dat jij dat graag gaat hebben, hè, Wally Wally. Als Fernand Kostermans uw boekje gaat opendoen in de boekjes, hè. Ik beslis daar zelf niet over, Kostermans. Dat is Sprotmans Andrea. Die dragoeders? Ja. Man, man, man. Miserie, miserie, miserie. Ah, wel, Agneske. Je kijkt er niet eens zo triestig. Ik had graag eens in de boekjes gestaan. Wauw! En wel, Doortje, nog altijd op huizenjacht. Ja. Pascal, begint daar nu weer niet over, hè? Ja, dankzij madame daar waren we bijna dakloos. Zeg. Ja. Ze had ons appartement al bijna verhuurd. Hoi, dan had je op hotel moeten gaan slapen. Ja. Breng haar niet op gedachten, hè? Weet je wat dat kost? Oh. Ah, ja, ja, vrouwen, hè. Zeg, hoe zit dat nu met die kerstman-historie? Ja, ja. Ik heb mijn best gedaan, hè, papa. Ja, maar het heeft niet gepakt, hè. Oh, en wat nu? Ah, ja, de gemeente schrijft een wedstrijd uit. Ja, en de vereniging die de kerstman mag leveren, die krijgt de subsidie. Ah, en waar gaat dat door? In het shoppingcenter. Elke kandidaat mag in een winkel voor kerstman spelen en een jury van de middenstandsbond, die kiest de beste. Zeg, maar dan moeten wij allemaal meedoen. Ah ja, dan maken we statistisch gezien de meeste kans om te winnen, hè? Allee, Vertongen, gaat jij nu beginnen logisch te redeneren? Ah, excuseer, meneer Boma, ik zal het nooit meer doen. Zeg, ik doe ook mee, hè? Ja, dat gaat niet. Ah, jij bent niet van FC de Kampioenen? Nee. En jij hebt ook geen vereniging. Dan sticht ik erin. Oh ja? Wat zou dat kunnen zijn? De zwammende zwartwerkers. De voze van de marchands. De sjoemelende chageraars. Wacht maar. Hooligans. Mannen, maar wij gaan die wedstrijd winnen, hè? Ja, we moeten alleen nog aan kerstman pakken geraken. Oh, zoeken. Ik zal ik dat van nu wel maken. Hè? Oh, ja. Mijn kleermaker doet dat voor mij. Doortje? Nee, gaat jij er maar in huren. Hè? Ik heb geen tijd, ik moet een ander huis zoeken. Ik zal dat van Mark wel maken. Hè? Ja, ons bieke kan niet naaien. Ja. Allee, wat zeg jij nu? Pascal! Ja, maar... Of is van de Heilige Geest misschien? Ja. Zoals wij dus allemaal weten. En dan rest er mij nu nog als uw kersverse voorzitter om u allen zeer hartelijk te bedanken voor uw aanwezigheid op deze stichtingsvergadering van onze nieuwe vereniging. Zondag Duivendag. Ik dank u. Dank u. Ja. Zeg maar, meneer Fernand, als jij voorzitter bent, wat ben ik dan? Ondervoorzitter. Oh. Secretaris. Oh. En penningmeester. Wauw, penningmeester. Tja, ik wist niet dat wij al geld in kas hadden. Nog niet, maar dat komt wel, hè. Ja, dat doet er mee aan denken. Jij hebt uw lidgeld nog niet betaald. Nee. Maar ik wist ook niet dat dat moest. En hoeveel is het? Ja, gewoon zo 50 euro. Amai. Pas op, ik betaal ook, hè. Oh. Voilà, kijk, hier. Hè? Voilà, hè. Ja. Oké, dan. 50. Ja, alsjeblieft. Dank je wel. Mark, dat is wel 100 euro te weinig, hè. Oeh. Ah, ja, jij hebt toch 3 functies? Ja. 3 keer lid, hè. Oh. Dat is juist. Ah, nee, dat is niet juist. Hoi? En als jij niet oppast, hè, dan is Mark geen lid meer. En dan heb je geen vereniging meer. Bieke, dat is chantage. Ja, dat weet ik. En ik eis dat jij Mark zijn zitpenning betaalt voor deze vergadering. Nu nog beter, zeg. Ja, hè. 50 euro. Hm? Ja, tof. Ah, voilà. Dank u, Fernand. Mooi. Zeg, en mijn zitpenning dan? Ja, maar jij hebt niet gezeten, meneer Fernand. Oh, man, man.
Ik ben er, hè. Ik heb nog een kerstmanpakje in uren. Ja, ik had geluk. Het was het laatste. Ja. Doortje. Ah, je bent er. Ja. Ja. Hola, wat op. Ik heb fantastisch nieuws. Hebben we terug warm water? Och, warm water, koud water, wie kan dat wat schelen? Ik heb een huis gevonden. Ah, serieus? Ja, een droomhuis, hoor. Hier. Open bebouwing in de groene zone. Hè. Heel groot, met 3 slaapkamers, een grote living, badkamer met lichtbad en een aparte douche, grote keuken, 2 wc's en een grote garage. Ja, en wie gaat dat betalen? Maar... wij toch niet, met wat wij verdienen. De prijs is volledig binnen ons budget. Allee, hoe kan dat nu? Dan moet er toch een reukje aan zitten. Het is van een koppel dat gaat scheiden. En ze willen zo snel mogelijk verkopen. Nee, echt, de makelaar heeft gezegd dat het zo goed als af is op een paar detailjes na. Ja, maar ja, oh, zeg, 3 kamers en een grote living. Weet je wat dat gaat kosten aan stoken? He? Plus de meubels die we moeten bijkopen. Paul de Tremmery, het is nu niet het moment om de gierige pin uit te hangen. Hè? Anders zou het nog wel eens voorgoed kunnen gedaan zijn met die dure voetbaltickets van u, ja? Ik heb niets gezegd. Enfin, kom er nu mee. Ja. Wat is dat eigenlijk? Ja, dat is mijn kerstmanpak. Ik zei toch ja. Dat ik nog geluk heb gehad. Ah, ik brak er bijna mijn voeten over. Allee, kom. We gaan dat huis gaan zien. Maar nee, dat gaat niet, Doortje. Nee, nee, nee. Hey, ik word bij Boma verwacht. Boma kan wachten, hè. Kom. Nee, hey. Maurice, die gaat ons leren hoe we een goede kerstman moeten spelen. Ja, hij heeft dat vroeger nog gedaan. Dan kan ik toch niet wegblijven, hè, Doortje. Dat is toch voor de ploeg. Zee, in dat huis. Dat gaat niet weglopen, hè. Oh. Ja, alle. Dat huis niet, maar ik wel als je niet oppast. Ja, hey. Zeg, waar blijft onze voorzitter nu? Ja, hij moest zijn kerstmanpak nog eens passen bij je dag. Is everybody back here? Voorzitter, dat is knap. Ja, origineel. Denk je? Precies een gordijn. Ja, gelijk zijn andere kleren. Plopper de plop. Oh, nee, meneer Boma. De kerstman zegt dan niet plopper de plop. Die zegt ho, ho, ho. Hij weet het weer beter. Kom. Nu we het toch over die typische lach van de kerstman hebben, kunnen we dat misschien eens oefenen? Hm? Ho, ho, ho. Ja? Ho, ho, ho. Go, go. Ja, hier is nog werk aan. Misschien kan ik beter eerst iets vertellen over het ontstaan van de kerstman. Hè? Ja. De kerstman... Dat is toch simpel. Dat was de speelgoedfabrikant die zijn afzetgebied wou vergroten. De goede buzin is maar gelijk, ik ben gedacht. Ja. Maar meneer Boma, de kerstman die vraagt toch geen geld voor zijn cadeautjes? Ja, dat is allemaal sponsoren, jij kieken. Maar jij geeft toch niks aan de kerstman? Hij kan toch moeilijk mijn sausissen in zijn kerstboom hangen? Allee. De kerstman bestaat al eeuwen. En in Engeland noemen ze hem Father Christmas. Ja. En in China heet hij dan weer Oude Heer. Ja, maar dan wel in Chinees, hè? Ja, exact. Wang Pei Wang. En in Rusland noemen ze hem Grootvader Vorst. Maar dan in het Russisch. Ja, Xavier. Ja. In de Verenigde Staten noemen ze hem Santa Claus. Wat duidelijk een verbastering is van onze Sinterklaas. Ja. En ze biedt, gaat je nog komen zeggen, zeker, dat de kerstman op Sinterklaas trekt? Hé, hey, kom. Zeg, hey, de kerstman heeft niet zo een stuk... Hoe heet dat zo? Een tulband. Een tulband op zijn... Nee, loslaat, hij heeft een tulband. Hoe heet dat? De mijter. Ja. Hey, de kerstman heeft, zoals ik, een rode flos met een witte tjoep. En hij heeft ook geen zwarte piet. En gele schimmel. Maar wel een rendier met een rode neus. Ah, ja. Rudolf! Hey, zou dat komen van te veel borrels te drinken dat dier dat heeft? Nee, Xavier. Nee, Xavier, want een rendier mag niet de baan op als gedronken heeft. Maar die zullen ook wel een bob hebben. Ah, ja. Of zo'n rendier dat alle trucjes kent van. Dat je niet naar de alcohol riekt. Was dat daar trucjes voor? Oh ja, natuurlijk. Als je niet wilt dat ze rieken dat je gedronken hebt, dan moet je paprika chips eten. Ja. Of oude kaas. Ja. Ja, maar ja, je stinkt dan wel uit je bek, maar niet naar de drank. Ja. Mannen, kunnen we even... Ja. Kijk je nog zo'n trucjes? Zeg, en ben ik dat ook naar chocomelk? Ja, maar wacht. Genoeg! Wat wil je nu, mannen? Tips tegen de stinkende adem of tips om een goede kerstman te worden?
Weet je wat ik heb om te zeggen? Ah, ja, maar dat je moet vodka drinken, dat wens je niet. Ja, maar dat weet ik. Vodka. Voilà. Dat van mij is bijna af. Ja, dat is niet moeilijk, hè. Moest mijn Xavier zo'n dun asperge zijn, dan was ik ook al lang klaar geweest. Mijn Mark is wel veel groter, hè. Wat wilde jij daarmee zeggen dat mijn ventje een kleine is misschien? En wel, Bieke, dat vind ik nu niet, hè. Ja. Nee, Xavier heeft een heel normaal postuur. Ja? Ja, ja, en ik vind dat Maurice en Xavier, hè, ver even groot zijn. Ah, oh, ja, op die manier. Fernand, een vieuke? Nee, ik heb geen tijd. Trouwens, jij hebt toch al mijn geld al, hè? Madame Carmen, Madame Pascal, je moet mij helpen. Ja, Fernand, ziet jij niet dat wij aan het naaien zijn? Maar dat is het juist. Kunt je voor mij zo geen pak naaien? Nee, Fernand, sorry, geen tijd. Ja, en geen goesting. Oh. En ik denk niet dat je in Torp genoeg stof gaat vinden om zo'n breed kostuum te kunnen maken. Oh. Fernand, als jij wilt meedoen aan die wedstrijd, dan zult jij een kostuum moeten gaan huren. Ja. Maar dat heb ik geprobeerd, maar ze hebben ergens nog iets. Ja, dan had je maar rapper moeten zijn, hè. Paul heeft wel nog één gevonden. Paul, verdomme, hè. Het zijn toch altijd dezelfde die geluk hebben. Ja. Fernand, je gaat iets anders moeten verzinnen, hè. Ja, anders geen wedstrijd en ook geen subsidie. Man. Miserie. Nou, wacht er maar een beetje mee. Oh ja, ho. Voilà, Doortje, ik ben er al, zie. Wat komt hier doen? Zoekt jij iets? Zoeken? Nee. Wat zou ik hier nu zoeken? Maar Doortje toch. Nee. Ik kom u een douche herstellen. Wat? Oh, heeft Polly dat gevraagd? Is niet waar, hè? Oei, jij weet van niks, zie. Nee, ik weet van niks. Maar hij zal het geweten hebben als hem thuis komt. En jij wilt misschien niet dat ik u een douche... Nee, ja. Want ik wil hier weg. Ik wil verhuizen. Oh, maar dat kan nog lang duren, hè, Doortje, voordat jij iets gevonden hebt, hè? Wel, lange niet. Ik heb iets gevonden. Ah? Een schoon huis, een grote tuin. Ah, en? Is het schoon? Ja. Wel, ik heb juist iets afgeprint op Billy's kamer. Wil je het zien? Graag, Doortje. Graag. Ja, bingo. Merci, papa. Merci, papa. Kijk, papa. Mannen, hè. Ik haat ze. Dat begint hier al goed. Uw gespierde stilo is er precies van ondergemuist, hè? Mijn Mark die wegloopt in een spelletjeswinkel. Ja. Dat kan niet. Oh, alleen. Oh. Ja. Nee. Ik heb bijna mijn record gebroken. Meneer Verdomme. Ja, spelen, momentje, mevrouw. Ik ben juist goed bezig. Maar ik wil ook spelen. Staat de kerstman. Ik vind dit echt een schande. Ik heb hier maar één woord voor. En dat is gedisqualificeerd. Je wat? Dat heb ik niet verstaan. Uitgesloten. Aha. Ah ja, ja, dat heb ik wel verstaan. Doortje, voor de laatste keer hebt jij mijn kerstmankostuum weggelegd. Zeg. Hé? Doortje. Allee, dat is nu al sinds gisteravond dat jij niet meer wilt spreken. Wel, het is goed. Ik zal terug spreken. Ah. Ik vind dat dus niet te doen, hè, dat jij Fernand naar hier stuurt om die douche te herstellen. Alsjeblieft? Ja. Als je dan niet wilt verhuizen, zeg het dan, hè. Lafaard. Oh, zeg, hè. Ik heb Fernand helemaal niet naar hier gestuurd, hè. Nee, ik zweer het. Echt waar. Ja, waarom zegt hij dan van wel? Je kent Fernand toch? Die zegt van alles, hè, om iets bij te verdienen. Maar waar is dat kostuum dan nu, hè?
Ik heb hier heel de kot al afgezocht. En straks is de wedstrijd afgelopen. Ja, en die was ook direct weg. Dat was niet normaal. Mijn kostuum! Het is niet waar, zeg, de dief! Oh, allee, oh, nu kan ik die wedstrijd wel vergeten, hè? Ja, dat is spijtig. Oh. Maar troost u. Het heeft toch één groot voordeel. Ja? Wat dan wel? Dat jij nu met mij naar dat huis kunt komen meekijken. Nee, allee. Je mag twee keer raden wie er hier binnen zit. De sausissenboer. Oh, hola. De plicht roept maar bijna. Allee, zet jij daar maar schoon op je poepeke en kom jij een keer bij mij. Allee, wat moet jij onder je kerstbomen hebben van petit papa Noël? Moet jij mij een keer loslaten? Dit is gewoon schandalig. Je disqualificeert. Nee, gedacht. Jij doet dat allemaal expres, jij. Ja, ik heb die band mee opzettelijk gereden. Wel ja, ik ben daar zeker van. Eerst rijd je verloren omdat je de verkeerde kaart mee hebt en dan luistert je niet als die politieagent zegt waar dat de weg is. Ik verstond hem niet. Die mens die stond verkeerd te regelen en hij had een fluitje in zijn mond. En hier die band wisselen, dat gaat ook al zo traag. Ja, zeg, ik kan voor u vandaag precies niks goed doen, hè. Jij hebt twee linkerhanden, jij. Ah ja? Doe het dan zelf, hè. Doe het dan zelf. Wel ja, je zult wel zien. Hm? Hoe moet dat nu? Ik heb twee linkerhanden, hè. Ik hoop dat het nu aan mijn sjoeken is. Geef toe, de rol van kerstman is hem toch op het lijf geschreven, hè. Oh ja. Dan komt ze een bierbuik voor één keer goed van pas. Waar zijn, hè? Dat is goed bekeken, zeg. Dank u. Mannen, ze zijn daar. Zoals we het geleerd hebben, hè. 1, 2, 3. En we drinken, 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 tot we zinken, 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 weer de Stop! Dat is verschrikkelijk! Dat is misdadig! Ze moesten die vent in een bak steken. En dat betekent? Gedisqualificeerd. Wat? Dat versta ik niet. Uitgesloten. Ah, dat versta ik wel. En dan kom ik daar een barkast en dan zo hier een toog met twee barkrukken. En dan daar zo'n hoeksofa met een vitrinekast. Oh, dat gaat hier zo gezellig zijn. Jij ziet het precies alleen maar voor u, hè? Maar ja, ik zie ons hier echt wonen, Paul. Sorry, Doortje, maar ik niet. Nou, hey, vergeet het. Ja, er zijn misschien nog een paar detailjes. Dan krijg jij van mij de film van Doro Roosje. Ho, 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 ho! En wat zou jij graag krijgen van de kerstman? Een mp3-speler van 1 giga. Wel, dan krijg jij met kerstmis van mij op 1, 2, 3 een mp3-speler. Ho, 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 ho. Dat is nu nog eens een echte kerstmens. Ja. Meneer, ik ben zeer vereerd om u en uw vereniging Zondag Duivendag welkom te heten in ons midden. Proficiat, echt waar, proficiat. Ho, ho, ho. Wat is dat? Ik
Ik weet het niet. Ali, ook gedisqualificeerd. Ik snap dat, hè. Dat is nu toch niet zo moeilijk. Je moet gewoon dat een ozel potje pakken en opzetten. Oh, 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 oh. Dat is hem. Dat is hem. Merry Christmas. Merry Christmas. Zeg, dat snap ik nu niet, hè. Met zoveel meedoen en dan nog niet winnen. Hola. Ik was bijna gewonnen, hè. Ja. Bijna een kopje niks, hè, Kostermans. Maar dat is allemaal de schuld van dat stom kostuum van Pol. Want eigenlijk zou ik schadevergoeding moeten vragen. Ah, jij hebt dat kostuum van Pol gestolen. Geleund. Ik zou maar zwijgen als ik van u was, ja. Pol, hè, die kan nog altijd klachten indienen. Amai, straks steken ze misschien nog in een bak, meneer Fernand. Ja, Fernand, dat gaat u aardig wat kosten, hè, om dat kostuum te laten herstellen. Niks van. Dat was een constructiefout. Ja. Een constructiefout, maar u bent gedacht. Ja. Goedenavond. Dames en heren, groot nieuws. Zoals u allemaal al weet, zal onze burgemeester dit jaar de kerstmanpost waarnemen. En daarom heeft het gemeentebestuur unaniem beslist om de subsidie te verdelen onder alle verenigingen die hebben deelgenomen. Dan krijgt de kampioen toch nog iets. Dat vind ik ook. En ik bedoel mijn vereniging natuurlijk. Hè. Meneer Kostermans, u moet natuurlijk nog wel eerst de bijdrage voor de middenstand betalen. Alsjeblieft, 100 euro. Met plezier, want op zich, zeg, wat is nu 100 euro als je dan subsidies krijgt? Alsjeblieft. Dank u wel, meneer Kostermans. Voilà. Nu kunt u zich voldragen lid noemen van de middenstand, alsjeblieft. Voilà. Tot genoegen. Tot genoegen. Tot genoegen. Tot genoegen. Zeg, Maurice, en hoeveel krijgen we? Er is berekend dat elke vereniging 38 euro krijgt. Wauw! Hey, daar kunnen we serieus wat pintjes voor drinken. Ja, op uw gemak, hè? 38 euro? Maar wat moet ik daarvoor? Maar wacht eens even. Maar dan doe ik verlies. Ah ja, voor nou 62 euro. Wacht!